Bank in Veenendaal heeft hulp nodig. Goedenavond, u kijkt naar U-nieuws. Gert S., een boer uit Werkhoven, die wordt verdacht van brandstichting en verduistering, heeft vandaag een kleine overwinning geboekt in de rechtszaal. De rechter laat een aantal getuigen horen die hem zouden kunnen vrijpleiten. De rechtbankverslaggever Riks Ozinga was erbij. Ja, Riks, neem ons eens even mee terug in de tijd. Wat speelt daar precies in Werkhoven? Nou, 2018, u weet het waarschijnlijk allemaal. Het najaar van 2018 brak op het erf van boer Gert S. de ene brand na de andere uit. Brandstichting. En die branden waren soms wel heel dramatisch, hoor. Een stal van hem ging in vlammen op met daarin 50 koeien. Zijn waakhond kwam om bij een van de branden. En uiteindelijk ging ook zijn eigen huis in vlammen op. En de vraag was, wie heeft dat gedaan? Wie heeft het op zijn geweten? Heeft iemand een hekel aan hem? Het zou zijn omdat hij homo was dat die branden werden gesticht. Maar uiteindelijk werd hij zelf dat jaar, in 2018, als verdachte aangehouden. Korte tijd vastgezeten. Daarna bleef het rustig. Tot vorig jaar juni. Toen brak er weer brand uit in zijn nieuwe huis in het Gooi. Toen werd hij aangehouden, een half jaar vastgezeten. En was de verdenking uiteindelijk de stichter van die brand en twee andere van een jaar eerder. Ja, dat is het hoofdstuk brandstichtingen, zouden we bijna kunnen zeggen. Want hij wordt inmiddels ook verdacht van oplichting en van verduistering. Wat is daar aan de hand? Klopt, nou, het zou gaan om €500.000 die hij zou hebben verduisterd en door oplichting gekregen. Je moet je voorstellen, een investeerder die in zijn bedrijf investeert, leent hem geld om daarvoor stro en hooi te kopen. Maar dat geld zou hij hebben uitgegeven aan de aankoop van een pand en aan het betalen van allerlei rekeningen. Ja, dan is het verduistering. En dan komt er nog bij dat een werknemer van hem, een Pool, Marek O., een handeltje heeft in schadeauto's uit Nederland, in Polen. En die zou €75.000 hebben geleend via een omweg terugbetaald. Ja, dan heeft het OM het over witwassen. Dat komt er dus nog bij. Ja, jij was er vandaag bij in de rechtszaal. Jij hebt hem ook gesproken. Wat zegt hij zelf? Ja, hij maakt nog steeds een zeer aangeslagen indruk. Komt heel vermoeid over. Zegt eigenlijk dat hij heel erg uitkijkt naar het einde van de zaak. En hij zei ook op een gegeven moment dat hij toch wel boos is op het Openbaar Ministerie. Omdat bepaalde getuigen die hem vrij zouden kunnen pleiten, dat die door het OM niet toegestaan worden. Vindt het OM niet relevant. En de rechter ging daar steeds in mee tot nu toe. Ja, tot nu toe. Dat zeg je al even. Want de rechter zegt nu, die getuigen mogen toch gehoord worden. Ja. Wie zijn dat eigenlijk en waarom zijn ze belangrijk? Het gaat bijvoorbeeld om een oudere vrouw die naast een huis woont dat hij had gekocht om daar werknemers in te huisvesten. Dat pand ging ook in vlammen op in de buurt van Wijk bij Duurstede. Maar die vrouw zegt, ja, hij was al ruim een uur weg toen ik ineens vlammen, een vuurbal uit dat pand zag komen. En ik zag ook een blauwe auto, een verdachte auto daar wegrijden vanaf het erf. Ja, dat zou er dus op kunnen wijzen dat hij een alibi heeft en dat iemand anders, een persoon in een blauwe auto, die branden heeft gesticht. Ja, en dan zijn zwager werd ook steeds afgewezen. Die maakte met hem samen de begroting van het bedrijf. En die kan verklaren dat die €500.000 niet verduisterd is, maar dat hij het recht had om dat even voor iets anders te gebruiken. Bijvoorbeeld als een soort overbruggingskrediet voor de aankoop van een pand. Als je maar op tijd dan ook de hooi en het stro afrekent. Ja, dat is mooi dat deze voor hem, in ieder geval dat deze mensen nu ook gehoord kunnen worden. Het betekent wel dat de inhoudelijke behandeling waarschijnlijk nog een hele tijd op zich laat wachten. Ja, dat klopt, want sowieso die getuigen die tot en met december kunnen die gehoord gaan worden. Ondertussen loopt er ook nog een onderzoek. Een branddeskundige die nog gehoord gaat worden. Sporenonderzoek van het NFI. In ieder geval duurt dat allemaal tot december. En de rechtbank zegt van nou ja, op zo vroegst voorjaar 2021 dat we de zaak inhoudelijk kunnen behandelen. Er worden wel gelijk 2 dagen voor uitgetrokken dan. En daar ben jij bij aanwezig. Ik hoop het wel, ja. Goed zo, dan krijgen we het laatste nieuws ongetwijfeld weer van jou. Riks, dank je wel.